En we gaan dit allemaal weer vloggen. Want we hebben dit weekend weer carouselwedstrijd. En dit keer is het een onderlinge carouselwedstrijd. Gewoon bij ons op de manege. En alle drie onze teams rijden mee. Ja. Ja. Dus dat. En het is nu donderdag de... 22e. En onze commandant is jarig. Yay! Feestje. Dus dat ook vandaag. Poef. En morgen doen we niks op stal. Dus morgen gaan we ook niet vloggen. Maar zaterdag en zondag is de wassen, vlechtendag en de wedstrijd zelf. Dus dan zullen we wel alles opnemen en laten zien hoe alles werkt en zo. Goed, wij kwamen hier net aan en we zien dat de hele bak dan een andere kleur is. Dus dat is leuk. En we gingen net ponies, manen en baarden knippen. Daar is Manon. Daar is Manon. Manon is jarig. Maar goed, nu zijn we dus in de paardenstallen. En nu gaan we hier alle manen knippen. Die hebben we al gedaan. En hier is... Oh, gaan we niet doen. Hier gaan we baarden knippen. Alleen derde oortje knippen. Oh, en dit is Jacco! Dit was ooit het derde oor. Ja. Oké, goed. Wij zitten hier in het suriokje en we praten een beetje stil, want anders hebben ze een last van ons. Maar we zijn hier de muziek aan het doen. Deze muziek. En we hebben hier, dit is de laptop van Manon. En daar hebben we een speciaal bestandje over, dat je echt kan DJ'en en de overgang heel mooi zijn. En hier hebben we dan de muziek opstaan van en het zestiental en de ponies en de 12-tal. Dus als we de laptop kwijtraken, hebben we het enige probleem. Ja, op zich wel. Op zich wel. Dus we moeten even zorgen dat we dat niet doen. Wij zitten nu met z'n tweeën boven en wij staan nu de muziek aan het doen. En ja, nu is het 16-tal bezig en het is koud. Nu is koud. Alleen we hebben wel een probleem, want Bocelli is net kreupel geworden. Stress, dus nu gebruiken ze hier hoeveel ponies? 7? 7 ponies. Maar Jacco is zeg maar Want nu loopt Alexandra mee in plaats van Bocelli. Dus ja, dat. Maar ik vind het wel goed. En ik ben dus hier de muziek aan het doen. En de proef wordt ondertussen ook gefilmd. Dus hallo mensen die nu de proef luisteren. Stuur mij nu allemaal geen appje. Nicole in actie. Boelen.
past niet eens een boel. Te laat. Ja, ik was te laat. En ik ben chef geluidknopje. Nu gaan we allemaal lachen met de jury. De jury lacht terug. Hoppa! Hoppa, kan ik dat staan? We zijn klaar, ik zit te close op. We zijn klaar en moe. En morgen hebben wij toetsweek. Dus we moeten zo leren. Toetsen. Heb jij morgen maar één? Ik heb ook morgen één toets. Ik heb 41 minuten toets. Hoe laat? Om 11:30. Lang zal ze leven, Gloria, in de Gloria, in de Gloria. Goedemorgen, het is 24 maart. Ik heb het in één keer goed gezegd. Kwart over acht. En we zijn al sinds 7 uur wakker. Ja. Dus we zijn al een uur en een kwartier wakker en hebben eigenlijk nog niet echt heel veel gedaan. Nee, maar we hebben koffie. Ja, we gaan even wakker worden en dan gaan we naar stal, naar de eigen paarden eerst. Ja, want we moeten, want zij heeft er 2 en ik heb er 1. Dus we moeten er nog 3 doen voordat we naar stal gaan. Dus dat moeten we even snel doen. En dan gaan we naar de manege en dan gaan we paarden wassen, poetsen, vlechten. De schoonmaken. Hele dag! Yay! Yay! We hebben paardje nummer 1 al gedaan. Daar. Dino! Nee, Dino is aan het eten. Dino is aan het kijken. Kijk! Hoi! Paard 1 is klaar. En nu gaan we naar paard 2 en 3. Goed, we zijn nu stal nummer 2. En Anne is heel goed bezig met mesten. Yay. Het paard staat buiten, het andere paard staat daarachter. Die mag niet naar buiten. Ah. En wij gaan nu eventjes stalletjes mesten. En wat ga je met Jasmine doen? Jasmine mag gewoon even in de longeren lopen. Oh, Jasmine doen we longeren en op Joy gaat Anne eventjes stappen. Want Joy. Hopen dat hij niet gaat bokken. Want Joy heeft peesblessure. Dus die mag niks doen en die is een beetje frisjes. Klein beetje, want hij staat al best wel heel lang stil. Even vast een disclaimer voor straks. De microfoon van mijn eigen telefoon is stuk. Dit is Anna haar telefoon. Maar ik ga dus niet met mijn eigen telefoon filmen, omdat je dan alleen maar gekraakt erdoor hoort. Dus ik film wel beelden waarvan je geen geluid nodig hebt met mijn telefoon. Maar de rest zal ik filmen met een andere telefoon. En die heb ik van mijn vader eventjes training gekregen. Dat is een oude iPhone 5. Dus de kwaliteit is iets minder. Maar ik kan dan tenminste ook filmen als ik niet in de buurt ben van Anne. Want de rest van de dag zullen we elkaar niet heel veel zien. En dan kunnen we allebei gewoon nog dingetjes blijven filmen. Dus dat. Dus thanks daddy voor de lening van je telefoon. Ik weet nog niet eens waar Anne is. He's gone. Zal wel. Hi. Huh? Yep. Goed, de paardjes hebben slobber. Hij gooit alles op de grond. Hij gooit echt alles op de grond. Heb je slobber? Hey Joy. Joy. En Jason heeft ook slobber. Die gooit niet echt alles op de grond, normaal wel. Oh, ja, nu wel. Hey. Lekker slobber. Jasmine. Oh, oké. Doei. En nu gaan wij naar stal. Naar stal. We zijn al heel druk bezig. Jay is te laat. Maar wij staan op de wasplaats. Daar wordt Geert nu gewassen. Ik heb een sleutel. We zijn hier Verdi. We hebben hier Verdi net gewassen. En nu komt Ballen binnen. Ergens. Het is koud.
En sta je ook druk bezig? Oh. Ik was een paard kwijt, maar die wordt al gewassen. Wat een luxe. 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 We zijn nu, we hebben er weer een aantal gewassen. Daar wordt nu polygonas gewassen. En we zijn nu aan het wachten op de lina. Alleen, we zijn met heel veel mensen, dus het is eigenlijk heel snel al klaar. En hier worden er nog een aantal schoongemaakt. Dit is Baladin. Baladin is een beetje irritant. En dat is terapiek, denk ik. En als het goed is, komt nu ergens de lina hier aan. Alle paarden hebben we al gedaan. En nu wordt hier de lina gedaan. Hoi! Ja, oh. Nee, er nog, je gaat toch niet mij opzadelen? Ik ben al opgezadeld, dat is niet. Ik ga even het zadel. Wachten we erop. Even nog een open deurtje. Nog een keer. Nee, één, ik vind echt super tof dat jullie nu met z'n allen dit oppakken. Dat de ponies erbij zitten en dat jullie met z'n allen deze dag redden. Maar zij natuurlijk wel het minst paard ooit, denk ik. Ik denk dat dit mijn recordpoging is aan zoveel mogelijk beesten dubbel gebruiken. Dat was niet helemaal gepland. Maar aan de andere kant moet ik ook toegeven dat ik vind dat jullie dat als alle teams heel, heel sportief hebben opgepakt. Want als ik kijk hoeveel pech ik met paarden ook weer dit jaar heb gehad. Ponies die ineens verdwenen waren. Paarden die op het laatste moment stuk werden. Of gewoon helemaal stuk werden en niet meer beter werden. En paarden die gewoon debiel zijn in de bak, weet je wel, dat soort dingen. Nou, die ken ik niet. Die hebben we niet. Ik moet toegeven, er is nog nooit iemand in mijn carousellessen gevallen. Dit jaar heeft het dat weer goed gemaakt. Er zijn er gewoon een aantal oplof. Zo op te liggen. Ja, nou ja, dat soort dingen. Even mijn verwachtingen voor morgen. Ik ben het jaar wel een beetje ingegaan met, ik heb ieder jaar weer hetzelfde probleem. Op de onderlinge rij zijn de proeven prachtig. En daarna, dan rijden we nog wel een goed wedstrijdje ergens. Maar ik hoopte eigenlijk dit jaar, en ja, dat heb ik een beetje expres gedaan, niet te pieken op de onderlinge. Dus ik dacht, nou, weet je wat ik doe? Ik maak die proef gewoon zo moeilijk, dat ik zeker weet dat het ze niet lukt. En bedankt. Dus ik heb ook wel een beetje zoiets. Ja, neem ik misschien te veel risico morgen? Misschien niet. Gaat er iemand een beetje onderuit? Misschien niet. Weet dat het met voorbedachte raden is. Dat het misschien morgen niet helemaal perfect moet gaan. Weet wel dat ik het heel belangrijk vind dat je er als team staat en dat je er wat van leert. Want ik denk juist door ook een keer een beetje uit je comfortzone te rijden, hè, uit een moeilijkere proef te doen waarvan je denkt, ja, het is niet helemaal perfect, daar word je ook weer door uitgedaagd. Daar word je ook weer door getriggerd van, oh, maar we gaan toch proberen daar dan weer wat uit te halen. Hi allemaal! We hebben nu pauze. Hallo allemaal! Wat fijn dat je er bent. Ik zwaai je voor het eerst hier. Of zoiets. Hey. We zijn pauze aan het houden. Drukke dag.
We hebben nu... Hoe lang pauze? Een half uur? Een half uurtje, ja. En dan gaan we zo weer verder met pony's wassen. Want alle paarden zijn afgewassen. En... Ja, met de paarden zijn we zo goed als klaar. Maar de pony's die moesten nog rijden. Dus dat gaan we straks al doen. En nu zijn we even met z'n allen de hele stal aan het terroriseren. Joe! Joe! Zwaaien! Niet zwaaien! Niet zwaaien! Die kant ook nog? Ja! Hey, we zijn aan het wassen. En ik heb taart. En Nicole eet taart. Uit de bak. Als een hond. Maar ik heb er wel van hangen. Hij vindt het heel leuk. Hij wil ook taart. Jij mag geen taart. Jij bent paard. Kijk, en daar staat Nathan en die vindt het niet leuk. Ik ben ook echt fucking boos. Ja, maar hij was ook heel boos toen ik hem in de wasplaats op. Yes. Hey. Hey, we zijn nu klaar met... Au, Shakeek. Ah, ik heb een telefoon in mijn handen, Nanda. Maar we moeten alleen Chanel nog. En Jessica wordt daar gewassen. En dan zijn we klaar. We zijn helemaal klaar. Ja. Hoe laat is het? Is er ook helemaal leeg. Nou, hier zit alleen Hilde nog met... de hond, maar kwart hier is voor vijf. En verder is iedereen hier kwart in de... Kwart voor vijf, we zijn nog nooit te snap daar. Nee, dat is eigenlijk best wel waar. Maar dat komt ook, we hebben nu alles met alle teams gedaan. Normaal was het het eerste paarden. Eerste paarden hebben en dan een pony. Vanaf een uur of twee, drie waren de ponies, ja. Ik hoorde al in de groep, 11 uur. Ik dacht, 11 uur, ik lag om 10 uur nog in mijn bed. Goed. Ja, precies. Maar ja, nu hebben we alles samen gedaan, dus nu zijn we veel sneller klaar. En ja. Daar rijdt iemand met zijn kofferbak open. Oh, hij staat wel stil. Maar, maar nu is iedereen in de bak nog de bak klaarzetten voor morgen. Ja, en stoeltjes klaarzetten. Yes. Dus heb ik klaar. Yes. We slapen. En morgen moet ik er om 8:30 weer zijn. Leuk. 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 Goed, ik ben inmiddels alweer eventjes thuis. En ik ben nu alleen thuis. Samen met mijn hondje. Maar ik ben eten aan het maken. Nou ja. Ik ben mijn salade in elkaar aan het zetten. Ik ben alleen thuis. Want mijn moeder en mijn stiefvader die zijn naar een concert. En Anne is uit eten. Dus I'm home alone. En ik ga zo meteen het eerste deel van deze vlog editen. Want ik zit ook in mijn toetsweek. En anders dan, ik wil hem niet weer een half jaar later plaatsen dan dat de wedstrijd überhaupt is geweest. En ja, verder vind ik wel chill. Kan ik gewoon rustig alles klaarzetten. Want dat ga ik wel straks alvast doen. Maar ik heb ook bijna alles al in de kast op stal gelegd. Dus heel veel hoef ik niet meer te doen. En ik wil zeggen dat ik heel vroeg ga slapen. Maar dat ga ik toch niet doen. Dus. En morgen gaan Anne en ik om 7:30 al naar stal. Om alles eventjes te checken. Dus dan zie ik jullie morgen weer. Doei! Goedemorgen. Het is... 7:15, maar de klok is vandaag een uur vooruit gegaan, dus eigenlijk is het pas 6:15. Het is vroeg, maar ik ben nog even de laatste dingetjes aan het aanpassen aan de paspoortformulieren. En dan gaan we zo naar stap. Goedemorgen, het is nu inmiddels 7:45. Ik ben ook wakker. Ik was ook ontwaakt. Ik ben ook ontwaakt. Ik ben ook mijn bed getrokken. En we zitten alweer in de auto onderweg naar stal. We zijn er eigenlijk al over 2 minuten of zo. Want we wonen ook 5 minuten van stal. Dus. En dan gaan we... Wat gaan we eerst doen? We gaan een beetje knotjes checken. En we moeten nog even een broodje logeren. En we moeten even... Een beetje de wiel. En we moeten even Delina en Alexandra checken. Ja. Ja. Want die zijn wit. Die is dan wit. Ja. Hopelijk nog steeds. Hopelijk nog steeds wit. Ik hoop dat Alexandra mijn staart niet heeft ondergekakt. Ik ben zo trots op de staart van Alexandra. Er is een hele fles zilver shampoo in die staart gegaan gisteren. Maar hij is wit. Hij is wit. Zie maar de foto's. Ja. Maar oké, dat gaan we nu dus even checken. Ja, we zijn de allereerste, dus het hek zit nog dicht. En die gaat Nicole nu openmaken. Kijk, er gaan. Hi Finn! Ja.
er bijna voor het kuil. Even op de bek. Ja, kuil. Hij is een vorkelijk vet. Wat heb je nog gedaan? Nul. Waarom laat je nooit het nutje zitten? Weet je dat einde is klein? Wat ben je aan het doen, Nico? Ik ben de versiering in mijn paardjes van mij aan het doen. Oh, jij joh? Oh, jij joh? Hij vindt het wel deel. Leuk. Hij doet wel alsof hij die leuk vindt, dus ik vind het gewoon leuk. Laat me eens even je versiering filmen. Mooi. Mooier. Kijk. Spekkig. Spekkig. Zo, onze scheiterd Geert moet even alles bekijken. Uh-oh. Er staat een tafel. Goed, het is inmiddels al 10 uur. Over een half uur moeten wij opstappen. Stress. Mijn haar zit inmiddels ook. Dat is ook nog heel karwei geweest. En we hebben hier even met Ferdy en Geert gestapt. En dat zijn gewoon een stelletje zeikert. Vol Geert. Ja, en nu gaan we even naar de wc. Ja, dat is en mijn groom is er, maar eigenlijk is Nicole meer mijn groom. Ja, ik ben vandaag meer gender groom geweest dan dat er groom een groom is geweest. Maar ja, hè. Maar mijn groom is er pas net. Haha, die is bezet. Ik ga eerst. Hey, hallo. Hi. We zijn er bijna klaar voor. En hierachter, ik weet niet of je het kan zien, is Team Swing aan het losrijden. En wij gaan zo meteen muziek draaien. En een livestream. En een livestream. Nog 10 minuutjes en dan komen ze in de hoofdring. Een stukje verder en ik heb niks gefilmd, maar Maxime en Anne wel. Maar de 12e en de ponies hebben allebei al gereden. En hoe ging het? Ging goed. Ging goed. De ponies gingen super. Ja. Fucking slecht. Gingen wij niet super dan? Nee. De ponies gingen echt heel goed. Wij gingen ook wel gewoon prima. Kom, we gaan ze even aan. En straks moet het 16-tal nog. Dus ze kunnen nou eigenlijk niet meer achterblijven. Wij hebben nog wat te doen. Alleen mochten we niet pieken. Alleen. Voor ons doen we nu al pieken. Maar we gaan nu lekker naar de ponies. We kunnen alleen maar de paarden zien. Jullie zijn toppers! Hallo, je ging verder.
vet goed, man. Heel goed. Ja. Zeker. Goed, we hebben niet heel veel gevlogd vandaag, want het is eigenlijk al afgelopen. We hebben net de prijsuitreiking gehad. Team Swing is 8e. De paardencarousel is 5e. Vijfde. En de ponies zijn 3e geworden. En ja, we hadden op de paarden na allemaal wel een heel goed gevoel over de proef. Dus dat is wel heel mooi en we hebben er dingen van kunnen leren. Mm-hmm. En we zijn nu de auto aan het inpakken. Wauw, lekker close-up. Ja. We zijn nu de auto aan het inpakken en dan gaan we straks met z'n allen lekker frietjes eten. En ik denk dat ze allemaal frietjes aan het eten zijn zonder ons. Nee, dat denk ik niet. Oh, dan niet. Maar in ieder geval, dan gaan we lekker frietjes eten. En dan gaan we alweer naar huis. Oké, okay, wat we net zeiden is een grapje. We moesten eigenlijk de paarden nog doen. Dus nu zijn we bij Joy en Jasmine. En Anne gaat Joy stappen en ik ga Jasmine longeren. Wil je niet in de personal space komen, Joy? Heeft die dikke poten? Pootje? Geen bier meer gegeven. Wel. Maar dus, we gaan nu eventjes de paardjes doen en dan kunnen we wel eindelijk naar huis. En uitrusten. En slapen. En slapen. En iets meer eten.